De vereniging Parea, die opkomt voor de rechten van gays en transgenders in Suriname, heeft vandaag de Human Rights Gender Conferentie georganiseerd. Hiermee wil de organisatie de bewustwording omtrent de gendergemeenschap vergroten. De activiteit vond plaats in Spice Quest aan de Nazilaan en was goed bezocht. Met name parlementariërs en andere bekende personen in de samenleving hebben deelgenomen aan deze conferentie. Parea streeft via deze weg naar een grotere maatschappelijke acceptatie. Volgens Juan Pigot, voorzitter van Parea, timmert de stichting al 3 jaar aan de weg. Hij stelt dat zijn organisatie al een aantal projecten heeft afgewerkt. We hebben een capacity building traject afgelegd met PACT en Linkages, een Amerikaanse organisatie. En nu trainen we onder andere LGBT-organisaties om hun structuur te versterken. We hebben de All-Star Clip Kom uit de Kast in samenwerking met Nederlandse en Surinaamse artiesten en de Nederlandse ambassade mogen produceren. Kom uit de Kast, wat betekent Come Out of the Closet, is een nummer welke dit jaar gelanceerd is door corona, een van de meest populaire muziekformaties in Suriname. We hebben de verklaring van Paramaribo gelanceerd, waarbij we bedrijven vragen dezelfde rechten toe te kennen aan alle werknemers in de organisatie, ook de LGBT-werknemers. We gaan proactief op zoek naar nieuwe allianties voor strategische partnerschappen, zoals met de EU en CARICOM. En we hebben vorig jaar de Workplace Pride Conferentie georganiseerd, waarbij centraal stond gelijkheid op de werkvloer. Boris Dietrich, inleider van de conferentie, vindt dat vooral doktoren en artsen vertrouwd moeten raken met activiteiten van transgenders. Hij benadrukt dat deze groep nog steeds tegen een aantal problemen aankijkt. De terreinen in de hele wereld waar transgender mensen tegenaan lopen, grote problemen zich voordoen, dat is allereerst geweld in het openbaar, in het openbare leven, als je op straat loopt, ook heel veel geweld thuis, binnen de muren. Wat kunnen de ouders zijn die niet accepteren dat een kind transgender is of een partner? Hier in de regio is veel onderzoek gedaan in Brazilië, waar het geweld heel erg is. In Midden-Amerika, een land als Honduras, waar heel veel moorden op transgender mensen plaatsvinden. Midden-Oosten, grote problemen. Maar ook in Nederland. Een paar weken geleden is nog een transgender vrouw, Bianca, op gruwelijke wijze vermoord vanwege het feit dat ze transgender was. Dus geweld is een groot probleem. De gezondheidszorg, de toegang tot hormonen, tot operaties als mensen dat willen. Onderwijs, gepest worden op scholen. Boris Dietrich, inleider van de genderconferentie die vandaag is gehouden door Stichting Parea. Via deze conferentie wil de organisatie meer maatschappelijke acceptatie van gays en transgenders in Suriname bewerkstelligen.